Welkom allemaal. Leuk dat je kijkt naar de online gemeentelijke Inspiratiedag van het Nederlands Veteraneninstituut. Tijdens deze Inspiratiedag gaan we in verschillende sessies jullie inspireren. We gaan kennis delen en we gaan ook handvaten aanreiken om eh, erkenning en waardering van veteranen op lokaal en op regionaal niveau te bevorderen. Dat doen we in deze sessie met niemand minder dan Ludo, Ludo de Vos. Ludo, van harte welkom. Ludi, maar bijna goed. Dat is mijn fout, Rudy, Ik las te snel. Ludie, excuses. Goedemorgen. Rudy, je bent manager erkenning en waardering bij het Nederlands Veteranen Instituut. Ja, ja, er zit al heel veel van wat je in je dagelijks leven nodig hebt, zit besloten in jouw titel. Uh, maar ik ben toch benieuwd wat je dan als manager, uh, zoals doet, uh, erkenning en waardering, wat houdt dat in? Ja, eigenlijk is herkenning en waardering natuurlijk best wel lastig om uit te leggen wat dat is. Hè? Ja. Als je het zou moeten vertalen, dan zou je het beste kunnen vertalen, denk ik, als respect en dankbaarheid. Dus je probeert uiteindelijk het respect voor wat mensen verdienen, om te zorgen dat dat op een of andere manier vorm krijgt. En ook dat het stukje waardering wat het in de samenleving, wat we hopen dat veteranen zouden moeten mm -hmm. krijgen, om dat vorm te geven. Eigenlijk doet mijn afdeling dat langs vier sporen. En dat, het eerste spoor is het zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Dat is heel erg belangrijk. Uh, maar ook de samenleving ontmoeten. Het uh, tweede spoortje is het uh, zorgen dat mensen hun verhaal kunnen vertellen en, uh, en ervaringen kunnen delen. Vanmorgen gesproken over het uh, educatief programma. Ja. Maar bijvoorbeeld ook het Witte Anje-perkje, waar je ja. elkaar kunt ontmoeten en, uh, en over kunt vertellen van wat je hebt meegemaakt. Het derde spoortje wat we volgen en waar we een team op hebben zitten, is het uh, sporen uh, activiteiten. Mensen zorgen dat ze actief zijn, zodat mm -hmm. ze hun zingeving uiteindelijk kunnen, kunnen behouden in de samenleving... of terug kunnen vinden op het moment dat dat verstoord is doordat ze op missie zijn geweest. En uh, de vierde, en uh, misschien wel de meest omvangrijke, is uh, Nederlandse Veteranendag. Ja. Maar ook de publieksjaarkampagne die daarmee verbonden is. Dus al die andere veteranendagen in het land en alle activiteiten in het land georganiseerd door gemeentes... Dus Waar we het hier eigenlijk over hebben. Dat is, dat is het vierde spoor wat we op dit moment hebben. Um, en daar zou ik nog bij kunnen zeggen dat we uh, soms ook hele bijzondere projecten draaien. Zo zijn we op dit moment ook nog bezig met terugkeerreizen naar missiegebieden. Wat uiteindelijk dan een, aparte, een apart programma of project is. Om te maken dat mensen ook hun verhaal van wat ze in de missie hebben meegemaakt. rond kunnen maken en kunnen verenigen met hetgeen wat ze in, in de samenleving bezighoudt nu. Oké. Okay. Helder. Dus dat, dat allemaal via... bij elkaar en ja. vier sporen. Soms wat bijzondere projecten. Ja, en ik probeer daar uh, gezamenlijk met uh, de, de basis van de teams... Uh, uh, uiteindelijk soep van te koken. En, uh, en te zorgen <laughs> dat zij uiteindelijk het werk kunnen doen. Ja, en het lijkt me ook bijzonder om af en toe zo'n bijzonder project erbij te hebben. Ja, dat is superleuk. Ja. Uh, maar we hebben ook uh, mensen die al best wel lang in, de, in, in die afdeling werken. Dus heel veel ervaring. Oh. Uh, mensen als Cozy zitten er al best heel lang. En, en dan krijgen ze dus ook dat het eigenlijk als een soort uh, gemakkelijke proces ook is. En dat je steeds op zoek gaat naar wat kan er nog beter, wat kan er anders. Wat voor ontwikkelingen heb je in de omgeving? En hoe kunnen we maken dat als de samenleving omverandert en de mensen die wij op pad sturen, ook veranderen daarbinnen. Dat toch die verbinding tussen ja. de veteranen, de mensen die daarmee verbonden zijn en die samenleving dat die goed blijft. En dat is eigenlijk een proces wat nooit stilstaat. Dus dat, en dat maakt het ook wel leuk. Er, ja. er, is, altijd, er is altijd dynamiek. Yeah, right. Ja, dat is ik. Koos, welkom weer terug. Fijn dat je er bent. Wat hoop jij in deze sessie uh, dat, waar je gemeente mee kan inspireren? Nou, ik hoop dat gemeenten na deze paar minuten, die minuten, uh, toch het gevoel krijgen dat. Kijk, natuurlijk is het belangrijk dat de gemeente een eigen moment kiest. Voor het eren van hun eigen veteranen. Ja. Bij de ene gemeente is dat in november of in oktober. Vaak gekoppeld aan de bevrijding van de gemeente. Bij de andere gemeente is dat rond mij. Of weer op een andere plek in Nederland. Dus het is logisch dat ze dat kiezen. Maar. Zoals je vanochtend hebt kunnen zien in al die thema's die nou benoemd zijn... kun je als gemeente ook meer doen. Niet om een overkill te creëren om aandacht voor veteranen te geven. Er zijn meer mensen die in de gemeente wonen die soms ook aandacht nodig hebben op zijn plek zetten, maar je kunt dus meer doen op schoolgebied, educatief gebied, op het gebied van, van andere accenten in het jaar, met je lokale media dingen doen met veteranen. Ja, die burgemeester vergeet heus die 100-jarige veteran niet. Maar eronder hangt ook nog heel veel. Er zijn heel veel kleinere dingen, kleinere signalen die je vanuit het gemeentebestuur kunt geven ja. naar je eigen inwoners dat deze bijzondere groep bewoners, veteranen, best op zijn tijd het aandacht mag hebben. Nou, dan kunnen we bij helpen met spulletjes die hier staan, kunnen we helpen met advies zoals die ook al uitlegt. Ja, we hebben mensen in huis die daar kunnen over nadenken met de gemeente. En dan kom je tot een iets, uh, laten we zeggen, meer gefundeerdere uh, erkenning en waardering voor veteranen dan één moment per jaar. Ja. Ja, en daar is ook wel belangrijk bij dat, 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 uh, dat zie ik wel eens bij gemeenten, dat, dat je, laten we zeggen, ik zeg wel eens een keer, zorgen voor dat dat veteranenmoment wel vast in de agenda staat. Dat je niet elk jaar opnieuw met een wethouder of een, of een ambt moet gaan vechten om Hele, weer een plek en geld te krijgen. Ja, ja. Veteranendag moet erin staan, bij die, net zoals Koningsdag en net zoals 4-5 mei. Zo moet die veteranendag bij de gemeente ook in de agenda, in de bedrijfsvoering staan. Dat is het ene moment. En dan wordt het creatiever om na te denken over meer. Ja. En uh, er zijn straks denk ik nog voorbeelden van mensen die dat heel goed kunnen aangeven. Zullen we eens even naar een voorbeeld kijken, een illustratie van wat er zo al mogelijk is. Dus is een reizende tentoonstelling, uh, Veterans View, het tweede deel ervan. Ja. Laten we even <laughs> samen kijken naar een trailer van Veterans View. Deel 2. Welkom in de Veterans View. De komende minuten kunt u virtueel met vier veteranen mee op missie. We reden door een dorp met spelende kinderen, lachende mensen. En dan uh, wordt het in één keer een stuk rustiger. Vervolgens staat er een auto en er bleek een man in te zitten. En uh, die blies zichzelf op. Toen raakte hij los. Twintig lijken in een aanhanger, dat zijn gewoon dode vijand die erin liggen. Toen zag ik dat er bij een van die mensen stak iets uit zijn borstzakje. En dat bleek een familiefoto te zijn. En dan word je eigenlijk plotseling mee geconfronteerd dat het ook gewoon mensen zijn, net als jij en ik, die ook familie hebben. Zag er indrukwekkend uit met virtual reality bril en al. Koos, waar keken we zojuist naar? Ik kijk naar een, dit, dit is nou zo'n zo apparaat, zeg ik maar even. Dat is een grote tafel, een grote keukentafel met daarin allerlei techniek. Waardoor je via die, die bril kun je dan op missie gaan, vier missies. Maar dat is nou zo'n apparaat dat een gemeente heel goed kan bestellen en reserveren. Dat kun je ook op een ander moment dan tijdens je eigen veteranendag er neerzetten. Dat persoon de halve van het gemeentehuis of in de aula van een school. Waar mensen op een andere, laagdrempelige manier die verhalen van die vier veteranen die daarin zitten, de vier veteranenverhalen in, uh, meekrijgen. Gewoon tussen. Uh, in de lunch, dus de, de koffie en de broodjes door in de oude van de school. ja He, Ontwikkeld speciaal om dat ook in korte tijd te doen. En ook heel beeldend te maken met die virtual reality brillen. Ik heb het zelf gezien. Je zit gewoon in de helikopter, je staat in het Afghaanse landschap. He, dus echt een hele beeldende expositie. Ja, expositie, installatie eigenlijk, ja. hè, die je dan kunt benutten. Die krijg je kosteloos aangebracht. Maar je vertelt het eigenlijk alsof het heel simpel is. Of je bijna een mailtje stuurt of jullie even ja. belt en de dag daarna ja. staat hij al. En zo, nou, een dag daarna niet, maar zo simpel is het wel. Ja. Gewoon simpel aanvragen. Mensen zetten hem neer. Mensen halen hem weg die verstand van zaken hebben. Er zijn, is begeleiding bij. Dus We zullen het even niet doet, moet iemand dat ding weer kunnen installeren natuurlijk. Dus dat wordt allemaal eigenlijk. Die gemeente wordt min of meer ontzorgd, zeg ja. wel eens een keer met een beetje rotwoord. Eh, met dit soort dingetjes. Dus om even nog een rotwoord te gebruiken. Niet heel veel gedoe. Nee. En het voordeel van dit apparaat is eenmaal dat hij ook heel klein is. Dus je kunt hem bijna overal kwijt. De voorganger hiervan, die hebben we vorig jaar laten zien. Dat was de Vet View 1. Ja. Dat is een hele grote baret op poten. Die past hier al bijna niet in het gebouw. Nou, dat, dat is een ding. Dat kun je ook plaatsen. Maar dan heb je wat meer accommodatie nodig. Ja. Heel helder. Uh, Zo'n tentoonstelling waar we zojuist de trailer van zagen, zo'n een View deel 2. Hoe draagt die, wat jou betreft en jouw ervaring, nou bij aan waar je het zojuist over had? Over die erkenning en die waardering van veteranen? Ik denk dat dit vooral bijdraagt aan het begrip van wat mensen meemaken, wat gewone Nederlanders die in je gemeente wonen. En die wij op pad sturen als samenleving. He, dus dus, dus de, de man en de vrouw die achter het benzinestation woont. en toevallig veteraan is, waar je zelf een heel ander beroep hebt. Uiteindelijk dat zo iemand op pad gaat. en dan in de best complexe omstandigheden. Uiteindelijk het werk gaat doen mm -hmm. namens onze samenleving. He, op een aantal plaatsen in Nederland zie je nog dat veteranen ontmoeten als een soort last wordt ervaren. maar zie je het ook vooral als een kans. Beter begrijpen wat iemand namens de samenleving doet. Uh, uiteindelijk daar ook de gelegenheid voor geven om te maken dat ze hun verhaal vertellen. En, uh, en maar daarnaast ook iets terug durven vragen. Want veteranen zijn ook vooral mensen die toegewijd zijn naar de samenleving. Niet alleen de landelijke samenleving, maar ook de lokale samenleving. Dus ik zie ook een ontmoeting op een uh, lokale veteranendag vooral als een begin van een relatie. Uh, en een startpunt van veel meer mogelijke activiteiten die je samen kunt ontplooien. En dat, dat zou ik ook naar gemeentes mee willen geven. Durf dat te doen. Ja. En dan helpt zo'n zoiets wat, zoals we dat net zagen, om uiteindelijk ook de beelden te delen van wat maak je daarmee in een ver land als Afghanistan of Bosnië of Libanon of, of Mali, waar we op dit moment zitten, of, of, of Litouwen, waar mensen nu naartoe op pad gaan. Nou, dat we beeld krijgen bij wat wij doen, is denk ik belangrijk ook om te begrijpen waarom het soms wel eens wat lastiger is als we terugkomen in die samenleving, om weer even ons plekje terug te vinden. Maar met een beetje hulp krijg je niet alleen dat weer voor elkaar, maar kun je ook nog wat toevoegen aan die lokale samenleving. Ja. Maar dat is wat cruciaal. je zegt. Beschouw die dag ook als een startpunt, niet als alleen maar een activiteit die, waar, die ja. als van het, het einde is, het is bijna het begin. Ja, ja dat is ook waarom ik. Ik, ik ben een groot voorstander hè, van zaken als symboolzaken als een, witte anjeper, als een witte Anjeperkje, of een bankje voor veteranen, zoals we dat in Krimpen aan de IJssel hebben of andere symboolzaken. Maar het zijn ook echt wel symboolzaken die maken dat je bewust bent van het feit dat er mensen in je samenleving wonen die uh, hun leven durven inzetten in het verre buitenland soms. Voor een betere samenleving en een betere wereld. Um, daarover met ze in gesprek gaan is belangrijk maar ze daarna ook met ze blijvend in gesprek blijven en ze meenemen en uiteindelijk ook de kans geven om in die samenleving van Texas te, be te betekenen werkt langs twee kanten, het helpt de mensen om weer hun zingeving terug te vinden en te behouden maar ook te laten zien dat ze trots zijn ook op hun lokale samenleving ja, en het helpt de samenleving beter te begrijpen wat we meemaken, ja. het is vaak niet zo complex maar nodig ze uit vraag ze aan tafel, vraag ze om mee te doen en dan krijg je een heleboel terug ik zei het al, dit was maar één voorbeeld. Een ja. één voorbeeld uit Vele, wat je als gemeente zou kunnen doen, wat er mogelijk is aan reizende installaties of tentoonstellingen. Zou je nog wat meer voorbeelden kunnen? Er nou, is een heel Even. palet aan mogelijkheden die we op tafel hebben liggen, op de plank hebben liggen, eigenlijk om gemeentes te helpen bij het proces waar we het net over hadden. Doe wat op je veteranendag, maar ook in de rest van het jaar. En dat varieert van die. Een toneelvoorstelling die we vanochtend zagen van Gijs Wanders... Afghanistan flashback ja. tot aan wat je net zag... maar ook wat achter je hangt, de Wolf onder... waarbij je met veteranen en andere mensen... gewoon heel simpeltjes zo'n wand kunt gebruiken... en we zetten hem op het Malieveld vaak neer... en dan zie je dat mensen bij die... het, anje, het is nu niet gebeurt natuurlijk... zie je dat mensen hele eigen spreuken erop zetten. Dat ze met het opspellen van zo'n anjer op dat wandje daar zo... denken aan een veteraan en daar een soort van hartekreet onderschrijven. Dat is heel leuk om te zien. Maar dan zijn er zijn ook exposities, er zijn beurswanden. Ik zou zeggen, kijk op de site en zie... Een uitgebreide uh, sortering aan spullen. Wat ik vanochtend al zei, soms zijn ze helemaal gratis. Verder is helemaal gratis. Ja. Soms zijn ze, kosten ze iets qua opbouw, ook niet veel. En, en uh, kijk daar met creativiteit naar, naar het hele pakket uh, van. Ja? Misschien is het nog wel even belangrijk om te benadrukken dat. Uh, nou lijkt het misschien voor degenen die kijken daar. dat wij maar denken dat die gemeentes niks doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Toen in 2005, 2006 de eerste veteranendag kwam, toen waren er acht gemeentes die wat deden. En nu van de 300 en nog wat zijn er bijna 300 die wat doen. Ieder op zijn eigen manier. En we dachten ze wel te helpen om iets verder te komen dan de enige kop koffie bij de burgemeester. Dat is ook mooi, maar we moeten ook wat verder zien te komen. Ja. Dus dat is wel een belangrijk besef, hè? want dat betekent ook... dat ook de ervaring bij de gemeentes is. Dus, dus daar waar wij helpen om de verhalen te vertellen... zoals dit en, en ideeën aan te dragen... schroom ook niet om bij een buurgemeente te vragen... wat, wat doe jij ja. als het ingewikkeld is om jonge veteranen te bereiken? En je ziet bij de buurgemeente dat dat wel lukt. Vraag iemand uit die jonge veteranen van de buurgemeentes om eens, te, om eens aan te schuiven en om te vragen wat wel zou werken. Hoe je wel elkaar kunt ontmoeten op een bepaalde manier. Ja. De ervaring zit ook al ondertussen, zoals Koos zegt, bij de gemeente zelf. Durf die ook te delen met elkaar. Ja. En als jij denkt en, en zeg aan maar de, de fysieke mogelijkheden voor die erkenning en waardering van veteranen, wat, wat, wat denk je dan het eerste aan? Nou, het meest belangrijk denk ik dat een plaats om elkaar te ontmoeten, dat dat heel erg belangrijk is. Het begint altijd met ontmoeten. Ja, een van die sporen. Die oh, je ja, hebt dat ook. is een van die sporen. En dat hoeft niet alleen een plaats te zijn waar veteranen elkaar ontmoeten. Dat, dat mag maar ook met andere geuniformeerden zijn. Hè. Want ontmoeten onder elkaar, ja, dan krijg je navelstaren. Dus je wilt met name natuurlijk in die samenleving staan. Ja. Dus maar een zichtbare ontmoetingsplaats, niet achteraf ergens in een, in een kamertje van een bejaardecentrum, maar gewoon op een plaats waar mensen elkaar zichtbaar kunnen ontmoeten, helpt al heel erg uh, in, in die wisselwerking. Dus dat is eigenlijk wel het meest belangrijk. En daar begint ook de kans voor het vertellen van verhalen. Zoals Koos zegt, het, het zorgen dat de instrumenten ergens worden neergezet. Dus dat is mijn eerste tip. Help mensen elkaar ook ontmoeten. Dat is, ja. dat is, dat is het meest belangrijk, denk ik. Ja. Ik zei het al, er is een mogelijkheid om vragen te stellen in de live QA. Ik heb wat vragen binnen, wil ik jullie even voor, eh, voorleggen, heren. Eh, we merken dat steeds minder veteranenorganisaties meewerken aan herdenking, omdat een groot deel van de oudere veteranen overlijdt. Eh, kan het Nederlands Veteraneninstituut een rol spelen in het beter vormgeven van herdenkingen? Is een vraag die hier binnenkomt. Nou, dat is een mooie vraag. Uh, die, uh, <laughs> Alles kan, zeg ik altijd maar. He, dus dat kan het instituut zeker bij helpen als dat een probleem zou zijn. Ik heb dat uh, nog niet zo eerder ervaren dat dat een thema zou kunnen zijn. Maar dat komt misschien ook een beetje. Dat ik niet eens in de herdenkingen zit. Maar meer aan de erkenning en waardering kant. Ja. En herdenken zit vaak bij 4 mei in die categorie ongeveer. En bij een gemeente op andere momenten ook wel. Dus maar natuurlijk wel feit dat de oudere veteranen die ontvallen ons langzamerhand. He, en uh, laten we zeggen. Als ik het aantal even zo voor de vuist uh, opnoem. dan denk ik dat. Uh, nog geen 20, 25.000 veteranen. er onder de 40 zijn. En de rest van de 100.000, dus 75.000. zit boven die 40 tot ja. aan. Hè? Dus daar zit een beetje de bracket ook. met jong en oud ongeveer. Ja, en als de echte de oudjes langzamerhand gaan verdwijnen. dat gebeurt uh, helaas. dan zul je ook daar minder uh, 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 mensen op die herdenkingsplaats hebben. Dat is wel een ander ding wat daarbij helpt. om dat te verbeteren. Je ziet ook wel, maatschappelijk gezien, dat als opa met zijn WO2-verleden verleden, helaas is overleden, dat is vaak de kinderen of anderen het overnemen. Dan gaan die naar die plekken toe, ja, ja. toch nog eer te betonen. Opa aan, en zijn hè? kameraden te... En dat is ook zeker een zwaar thema voor het blendende comité 4-5 mei, die ook worstelt met die vraag, waar zijn de oudere veteranen gebleven straks? Hoe geven we die verhalen door als de echte ooggetuigen er niet meer zijn? Ja. Ja. De volgende vraag sluit hier eindelijk op aan, dus wil ik je meteen ook voorleggen. Hoe kunnen we jonge veteranen beter bij activiteiten betrekken? Nou, ik, denk, ik denk vooral, zoals ik net zei, nodig zijn aan tafel. Want hun, hun tijd, hun besluit is natuurlijk anders dan van ouderen. Daar waar je door de week natuurlijk iets voor een ouder iemand makkelijk kunt organiseren, zijn jongeren dan vaak aan het werk. Maar je ziet ook dat als de samenleving verandert en ook de belangstelling van jongeren verandert voor onderwerpen, dat je erover na zou kunnen denken, moeten we misschien niet andere vormen van samenkomen aanbieden. Het, het, het lopen door de stad. Uh, als veteraan in een defilé vorm is misschien mooi om dat gezamenlijk in Den Haag te doen, maar of je dat op elke lokale veteranendag ook even succesvol kon doen, dat is maar de vraag. Ja. Ga in gesprek met je jonge veteranen en als je ze moeilijker kunt bereiken, vraag eens bij de buren hoe dat misschien wel makkelijker kan. En, en, en nodig ze uit en zeg: wat zouden jullie graag willen dat we samen organiseren? Wat we samen gaan doen. Ja. En dan zijn er heel veel verschillende verschijningsvormen die je ziet. Eruit. Ja, maar uh, een kleine, kleine kanttekening van mijn kant: maak je als gemeente nou niet doodongelukkig omdat het je niet helemaal lukt ook om de jonge veteranen. zijn veel hele jonge veteranen. Er zijn 5500 jonge veteranen eh, om tussen de 20 en de 30 over heel Nederland verspreid. Dus in elke gemeente zitten er niet veel van die hele jongens. Nee. En wat Ludie terecht aanmerkt, die zijn met andere dingen bezig. Die hebben nog een baan. Dus als je als gemeente door de week iets regelt voor die jongeren, dan komen die niet. Dan moet je het weekend doen. Partner moet erbij, kinderen moeten erbij, Vraag iets andere vorm van organiseren om ze er toch bij te betrekken. En wat wel helpt, blij dat dit ook merkt, ja. Dat als je als gemeente zegt: van hoe kom ik er nou bij, vraag die jonge veteranen zelf aan tafel in het gemeentehuis. Ja. Praat met ze en kijk wat er dan mogelijk is. Maar nogmaals, maak je ook niet ongelukkig. Het gros van de veteranen is boven de 40. Eén laatste vraag nog. Die komt bij Den Bos. We merken dat we hier in Den Bos slechts 25% van de veteranen uit onze gemeente uh, bereiken. Hebben jullie advies om dat percentage te vergroten? Ja, Koes, ik denk dat het aansluit bij wat je net zei. Hè. Je moet mensen niet proberen hun haren erbij te trekken. Je wil heel graag dat ze zichtbaar zijn. Uh, maar het is ook een stukje welkom. Als je het voor mensen organiseert en in Den Bos is er een, een prima ontmoetingsplek, hebben ze een... Uh, een veteraanontmoetingscentrum wat heel actief is en heel veel organiseert. Ja, daar komen heel veel mensen komen er samen. Maar er zijn ook mensen die dat misschien helemaal niet zo heel erg belangrijk vinden. En waar het gewoon goed mee gaat. Ja. 10% van de veteranen komt terug met effecten van een van de missie. De, 90%, de overige 90% daar gaat het van goed mee. En die stappen gewoon zo terug in de samenleving. En die denken van, nou, laat mij gewoon in de, <tus> de samenleving zitten. En net zoals elk andere Nederlander heb ik gewoon mijn werk gedaan. Ja. Dus, dus, dus zoek ook niet naar de 75%. Maar richt je vooral op die mensen die wel behoefte Niet hebben. Wel, bij elkaar uh, te komen. Dus dat zou het zijn, denk ik. Ik heel mee eens. je het eens, ja. Koos. Ja? ja. Ludie en Koos, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Mag ik jullie danken voor jullie vragen live in de QA. Als je nog aanvullende vragen hebt, of jullie of Koos nog iets vragen, je kan altijd een mail sturen naar activiteiten. .nl. Bedankt voor het kijken naar deze sessie. Wil je meer weten? Kijk dan ook de andere sessies terug.